Twee Kamerleden van Turkse komaf zijn uit de PvdA-fractie. Dit is een dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse democratie. Er zijn mensen die zich tweederangs burgers voelen. Dat kan niet in de Nederlandse democratie. Dat kunnen wij niet accepteren. De twee oud-PvdA-Kamerleden Kuzu en Öztürk hebben een nieuwe politieke beweging opgericht met de naam DENK. We willen een partij zijn voor alle Nederlanders, waarbij we absoluut geen onderscheid maken in ras, religie, afkomst of wat dan ook. Politiek Den Haag kan er een kleurrijk Kamerlid bij krijgen, Farid Azarkan. Ik ben van de nuance, ik ben van het benoemen van de problemen en het zoeken naar een oplossing. En ik ben niet van het stigmatiseren, het discrimineren en het wegzetten van hele bevolkingsgroepen. Nee. Opvallend nieuws, dat is het zeker. Savannah Simons gaat de politiek in. Ze is sinds vanmiddag eigenlijk, een nieuw gezicht van de politieke beweging DENK. Er zijn mensen die zitten op school, die moeten een stage zoeken, die moeten een baan vinden. En overal waar zij komen, zien zij zichzelf niet gerepresenteerd of terug. Nog worden zij daar welkom ontvangen. Al dagen is tv-presentator Savannah Simons kop van jut in de social media. Sinds haar aansluiting bij de politieke partij DENK is het commentaar niet mals. En die vierde macht, dat is de media. Zij handelen als poortwachters voor de gevestigde orde en bepalen daardoor voor een groot deel wat jij en ik als waarheid voorgeschoteld krijgen. Trap er dus niet in. Bij veel Tweede Kamerleden groeit de irritatie over de nieuwe partij DENK vanwege hun manier van optreden. De voorzitter ergert zich flink aan de posts op social media. Dat is niet chic en dat is Kamerlid onwaardig. Het incident wat we vanmiddag zagen, dat zal niet echt weg zijn. Dit blijft dooretteren. Ja, Rob, de nieuwstrend. Onrust in Den Haag. Het kwam met name door deze actie van DENK-voorman Kuzu. We also have that. Mr. Kuzu. Na de mislukte staatsgreep van 2 maanden geleden zijn de verhoudingen op scherp komen te staan. Kamer en kabinet vinden dat Erdogan veel te ver doorschiet met alle zuiveringen in Turkije. Maar de partij DENK staat als enige achter de Turkse leider. Er is sprake van een noodtoestand op dit moment. En het minste wat we dan zouden kunnen doen is dat we beginnen met het tonen van begrip voor hetgene wat daar gebeurt. Als de heer Kuzu zich zo als ontpopt als een vertegenwoordiger van het Turkse volk in plaats van het Nederlandse volk, is dat een Nederlands parlementariër onwaardig.